Oké, we gaan wandelen met de fans, want je ziet het. Ja, ze hebben hier. Flexie bicep. Yo, beste mensen van het geleven. Mijn naam is Dardro en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn YouTube-kanaal. We zijn vandaag dag 3. Het is vandaag vrijdag en we zijn hier sinds woensdag. En we blijven tot zondag. Dat wil zeggen dat we in de helft van vakantie zitten. En ik heb net gedoucht en ik ben me hier aan het afdrogen met dit geweldig uitzicht. Daar zijn ze gewoon de druiven aan het plukken of wat ze ook aan het doen zijn. Mijn auto, als alles goed gaat, die staat daar. Mijn auto is dat dus hier. Ik wist het niet meer. Ik had me verplaatst. Wauw. Ik ga me verder klaarmaken en dan gaan we naar de bakker. Want dan gaan we zorgen voor een lekker ontbijt. Want Stefan en Ann, die zijn nu al, en Joris denk ik ook, die zijn nu al gaan lopen. Die zijn nu al 10 kilometer gaan lopen. Koekoek, ik heb lekker uitgeslapen vandaag. Oh, het is. Ik heb er ook last van, volgens mij is het van de streek of zo. Sorry. Volgens mij is het van de streek. En dat ik meer last heb van de pollen. Dag, Wamsie. Heb jij daar ook last van? Van de pollen? Nee. Maar ik heb meer last hier dan. Maar ik denk dat het door het licht kwam of zo. Het was ineens heel licht. Ja, dat kan. Oh, in ieder geval, let's go to the bakery. We gaan naar de bakker. Yep, lekkere stokbroodjes halen. En croissants of zo. We gaan het zien. Kijk maar even een mooie beeld van het uitzicht. Met alle wijngaarden. Oei, toek. Ja, ja. Op naar de bakker. Oei, ik heb telefoon. Wacht even, hè. Wacht, lief, ik heb telefoon. Hallo, Lorenzo. Ja. Nee, ik ben op vakantie. Ja. Ja, maar het is voor de kraantje waarschijnlijk. Of voor de... Oh ja, belt mij gewoon later terug, maatje. Vanaf maandag ben ik terug bereikbaar. Dus maandag nodig je perfect mij terugbellen. Zal dat? Zal wel, perfect, manneke. Dikke merci. Doei. Charles in Frankrijk is, je komt binnen, iedereen dat binnenkomt in de bakker zegt bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Dat is super raar. Bij ons, dat denk ik niet. Dat gebeurt daar niet. Als je daar al een goede dag terugkrijgt, als je zegt hallo, dan zijn de wonderen al geschied. Dit is op. Gewoon koffer kennen, toch? Ja. Bij mij is goed. Ook heb ik nu 3 flessen ice tea mee. En petangballen. Dat kunnen we ook nog doen, tje de boelen. Oké, we komen net uit de winkel en kijk wat er op mijn auto zit. Ja! Lieve heersbeestje. Wacht. Kijk eens, mooi. Dat vind ik echt mooi, lieve heersbeestje. Dat wil zeggen dat ik een hele proper auto heb ofzo. Nee? Ja. In België, c'était... Enfin, après, je suis à Gand. Mais c'était... J'ai vu une direction à Celt. Ah oui, ça... C'est sur la route. On va manger les nez de Gand. Oh, les glazen, man. La Belgique consomme à peu près dans les 11 millions de bouteilles. Oké, de meneer van de champagne is weg. Maar ik heb niet gefilmd dat de jongen zich een beetje op zijn gemak voelde. Maar eigenlijk het verschil tussen deze twee champagnes is... Ja, dat is een gewone champagne. En deze is veel meer zoet. Maar dat is een demi-sec. Daar zit 10 tot 20 gram suiker in en hier 30 gram. Ja, dus eigenlijk meer dan dubbel suiker. En hoe komt dat eigenlijk? Het is eigenlijk net dezelfde champagne, net hetzelfde proces. Net maar wanneer dat die gerijpt, of wanneer dat die aan het gebotteld zijn, dan wordt die na een tijdje, als die gerijpt zijn, dan wordt die hals, dus hier, dit gedeelte, wordt bevroren. Waardoor ze dan daar nog voedingsstoffen aan kunnen toevoegen. Dus bij deze suiker om nog iets zoeter te maken. En bij die ene geven ze veel meer suiker en bij die andere iets minder. Dat is het enige verschil. Dat is super lekkere champagne. Dus gaan we die mee naar huis nemen. Hè? We gaan er daar wat flesjes van meenemen. Om dan thuis nog verder te genieten. Zalig. En dit ook, dat zijn dan de kurkjes. Dat is eigenlijk elk proces van hoe ze het maken. Dus op elke fles is er een andere kurk. Of een andere, wat noemt dat? Een kroon? Een andere dopselke, ja. Je gaat er verder met te drinken als je zelf maar wil. Denk het ook, ja. Mijn naam is Dardro
van het geleden inderdaad, vriend. En vandaag zijn we hier nog altijd in Frankrijk. Daarom dat ik dus niet live ben op Twitch deze week. Maar ik zit hier in een geweldig nice dingetje. Op de vlog kan jullie dat allemaal zien. Maar kijk eens aan. Hier zit hij dan. Mooi hè? Dat is toch zalig of niet? Oké. Maar we hebben hier dus... Kijk! Lina is er ook bij. Ons plekje gemaakt. Jo, dan in de in orde, hè? Aantal merchandise en zo. Dat hoeft niet altijd in het groot daardoor op te staan, daar draait het niet om. Het draait om leuke kleren. Kleren die je leuk vindt om te dragen, die ik zelf leuk vind om te dragen. En dit is daar eentje van. Dus als jullie kunnen zien, kijk eens aan. Oei, het is hier. Calipo. Op haar trui, die passen geweldig samen. Dus als je deze twee samen bestelt, dan zie je dat dat een mooie match is. Ja. En jammer genoeg is deze niet voor ons, hè? Dit is voor Fenne. Binnenkort ga ik tennissen met Adamon en zijn vriendin. En dan is deze dan een t-shirt voor haar. Dan gaan we samen tennissen en dat is een cadeautje van mij naar hun toe. Dus deze is voor Fenne. Maar als jullie deze kleur leuk vinden, laat mij die feedback weten op Discord of op andere social media. Want dan komt deze ook in de shop. Zwart-wit. Is gewoon een witte kleur. Jouw Wolfpack is gewelkom, maatje. Team Nacho, ook welkom op de stream, Bianca. Dit is, kijk. Wat is uw Discord? Waar staat die? Maar ik kan de mods even vragen om www.dardero.tv af en toe eens in de chat te typen, ja? Want daar staan al mijn social media, ja? Hele mooie kleur, je ziet het ook. Wat je op het beeld ziet is echt net hetzelfde. Ik dacht ook dat het niet zo ging zijn, omdat online is het altijd anders. Maar het is exact wat je ziet, is het echt net hetzelfde. Dus aangenaam verrast. Dus deze kleur die komt er 99% kans in kersenrood vallen. Shine in style, jij moet dat weten, inderdaad. Deze is kersenrood, inderdaad. Simpel en heel eerlijk, reclame maken in de sportschool. Reclame maken in de fitness, reclame maken op straat. Als ik deze aan heb, dan valt op. En dan ga ik dus ook mee naar de fitness. Dus deze ga ik aan doen. Dat is een heel leuk kleurtje. Allemaal mooi vinden. Ja, heel mooi. Ja, super nice. Ik ga even kijken of er nog vragen waren. In ieder geval, ik heb wel die oversized witte lekker aan, hè, Danny. Dus zo ziet dat eruit. Dus hier is dat gewoon strak. Alleen strak ook iets losser. Ik vind dat wel leuk om aan te doen. Dat is echt zo gevoelde vrijdaging. Dat is ook heel vrij zo, zoals je kunt zien. Maar je armen, dit is wel losser. Dat komt tot bijna in de plooi van je arm, zoals er iets over. Dus, hoe moet ik het zeggen? Je moet niet flexen met armen en mensen die altijd zo spannende dingen willen aandoen. Ik was ook altijd zo, maar dit is echt wel leuk om aan te doen. Het is zeer los, het fit goed. Het is leuk bij een gewone spijkerbroek of een korte broek of whatever. Het zit losjes. Wacht hè, als ik nu deze dan naast haal. Ah ja, ik was dat aan het denken. Ah, daar heb je verschil in, zie. Deze is levendig kersenrood en dat is bordeaux. Als je dat los doet, dan lijkt het precies een andere kleur. Zie? Dus nu zie je het verschil van kleuren. Dus deze is echt kersenrood. Heel levendig. Deze is iets doffer van kleur, iets warmer. Wijnrood, ja. Ja, dit is zo wijnrood, zo inderdaad. Goed. Ja, goed jong. Goed. Kijk eens aan. Dan, de kleur waar ik echt, in het echt enorm van verschoten ben, hoe nice die uitkomt. Ja, is waar. En ik ga die echt aandoen, want ik wil dat hier op de live nog wel aan hebben. Zie. Het Maar ik vind dat wel echt, op camera is het precies, het is zo'n mengeling van donkerblauw en zwart. Maar het is geen zwart. Nee. Het is ook geen blauw. Deze is een gewone t-shirt. Zie? Ja. Dus het is geen oversized one. Maar de kleur komt... Ik weet het niet, ik ben even aan het denken. Volgens mij komt de kleur... Even kijken of het textiel dat toestaat. Hè. De oversized en de gewone t-shirts, dus deze, die kunnen in allezelfde kleuren. Dus deze is een gele. Super mooi. Komt ook in de bicep, in bicep logo en zo, zeker en vast. Maar kijk eens aan, dat is het nieuwe logo dan. Dat is een geel, dat is zo'n pineapple. Pineapple geel, zo. Yes. Dat is echt. Echt heel mooi. In het echt komt hem beter uit dan nu daar op camera, want er komt veel te veel licht op. Hij is geler dan dat jij hem daar ziet. Belangrijk is dat je mij op alle social media waar je kunt volgen volgt, want er zullen giveaways volgen. Even rechts staan. Ah ja, daar is de vlogcamera ook nog. De vlogcamera is ook op mijn snuit gemikt, want we zijn de unboxing aan het doen op TikTok. Dus we zijn afgerond, we hebben net een half uurtje unboxing op TikTok gedaan. Net pasta gegeten, hebben we niet gefilmd voor de vlog, maar we gaan zo meteen een sportieve wandeling doen. Gaan we dan vloggen? Ja. Ja? Oké, okay. Dan gaan we zo verder vloggen. We gaan nu verder met de TikTok live, nog enkele minuten.
Die babyblauw ga ik sowieso kopen. Ja, nice man. Voorveel zou die online komen. Heel simpel. Mijn hoodie staan voor 50 euro online. En mijn t-shirts staan voor 30 euro online. Ga ik ook geen veranderingen brengen. Ik ga die niet duurder maken. Het is kwaliteit. Geloof me vrij. Ik maak niet heel veel winst op mijn merchandise. Het is gewoon heel belangrijk dat het kwaliteit is. En dat jullie het leuk vinden. Misschien kan je wel laten zien aan de binnenkant dat dat echt wel... Wat? Ah ja. Ja, de binnenkant bijvoorbeeld. Kijk. Dat is echt voor kwaliteit. Hè? Dus dat is echt warm. Dus dat is zo op een frisse avond zo, dat is echt warm, dat is echt kwaliteit. Ga dan volgen op social media, laat me weten wat je van deze live vond, ook op andere social media, TikTok, Instagram, Discord, we hebben een heel leuke Discord met bijna 1000 leden, 1000 verschillende mensen, met een geweldige persoonlijkheid. Ga ook lekker even in die community en laat weten wat ik ervan vind. YouTube zeker wel subscriben, woensdag een nieuwe vlog, elke woensdag om 4 uur. Mijn ambitie is om dus meer te gaan vloggen en misschien ooit wel fulltime. We gaan zien wat de toekomst brengt. Bedankt om erbij te zijn. Ik zie jullie bij een volgende live op mijn kanaal. En maandag terug op Twitch, by the way. Maar nu gaan we genieten van de wandeling. Ja. En gaan we verder vloggen. Yes. Zo dan. Dan zeg ik zoals altijd. Flex de biceps! En doei! Ciao ciao! En heel op afduwen, wat staat er hier? Zeg! Ga jij mee wandelen? Ze is zwanger. Ja, die is wel een beetje dikker, die is. Maar nee, je weet kittens, hè? Ja. Je weet wel die beroemder op Instagram dan jou, hè? Maar, het zou kunnen. De kat beroemder waren. Hoe heet dat? Ik weet het niet. Nacho! Oké, we gaan wandelen met de fans, want je ziet het. Ja, ze hebben hier. Flexibicep! Want deze heeft het iets te groot, hij ook eigenlijk. Het valt nog mee. Inderdaad, het valt nog mee, maar. Ze hebben ook XS daarin, hè. Dus binnenkort als de merch uitkomt, dan kan er XS besteld worden. Kijk eens aan. Wauw. Nee? Oei. Is er niemand de sleutel mee? Oei. Ik had de camera mee, maar de sleutel niet. Anyway, dat is ons uitzicht als we hier buiten komen. Die zon, prachtig om te zien. En nu gaan we een leuke sportieve wandeling maken, hè? Met de boys. Kijk eens. Merchandise. De fanclub bedoel je? Hey, buddy. Ja, bye. Hoi, nu wandelen. Hopla. Het is echt een mooi uitzicht hier. Leuk, hè? Ja, het is echt een mooi zonsondergang. Weet je dat daar... Wacht, hè. Daar de badkamer... Nee. Daar de badkamer is, dat kleine ruitje daar. Dat er? Ja. Dat is de badkamer. Oh nee. Ja, van mij! Oh, hij is gewoon een sleutel. Duwen, wacht. Lukken? Wat? Misschien dat je de poort goed toetrekt al. En nu kunnen we dat. Zie? Ik ga hem terugbrengen. Ja. Red hem in nood! Hey! Dat is een varken die is. Oké. We zijn aan het twijfelen, maar de warren staan nu op de plaats waar ze vroeger misschien de kleren wasten. We zijn niet zeker, maar eigenlijk bijna wel 100% zeker. Oké, ik heb beter gewassen. Want het noemt hier lavoir. Ja, lavoir. Dus vroeger kwamen de mensen hier hun kleren wassen in het filmpje. Ja, mijn naam is Warovski. Hoe de mensen daar lijken, dat wisten we echt niet. Ja. Maar ik denk dat vandaag wel... Dat is gek. Ongelooflijk, mini daardoor. Waar? Die komen verderop! Zijn daar snoepjes? Ja! En McDonald's! Mijn trui gaat al vol zweteringen. Ik vrees ervan, ja. Sissi. Daar is de ontzettend met de vliegen auto. Zijn daar snoepjes? Ik sta was weg. Nee, dat is niet waar. Hij is er nog altijd. Hij hier is ons huis. Nee, dat heb ik niet gezien. Wacht even. Noem het een terugwandelen, want hij heeft het huis dat er net stond niet gezien. Oh, echt? Hij moet terugwandelen, want dat huis van daarnet dat er stond, dat staat er niet meer. Hij wil nu zeker zijn dat er nog staat. Waarom moet terugwandelen? Hij staat er. Nee, het staat er. Jong, dat is wel. Zie, nee, ik ga niet kijken, Vince. Nee. Hij heeft ons gebrand. Volgens mij was de wandeling niet ver genoeg, want ze zijn nog niet moe. Vooral ze zijn nog niet moe, hè? 80, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 90. Je telt terwijl je springt. 95, ja? 95, 96, 99, 98, 98, 99, 99, 98, 99, 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
gek, joh. Zeg dat niet. Nu pompen. Wacht. Nu pompen. Geen mens is gek. Oké. Okay. Pompen. 1, 2. Oh ja. Wacht even. Ja, pompen. Pompen. Waarom moet jij kijken hoe pompen staan? Nee, ik ga 10 minuten op de bank doen. Doe maar, ga maar naar de wc. Nee, wat, planken? Ja, ga. Ik had een timer van 10. Ja, is goed. Dat zal ik doen. 10 minuten. Wacht even. Ga zitten, 10 minuten. Wacht even. Een minuut zeker. Ja, maar je poep moet omhoog, hè? Je voeten dichter bij elkaar. Dichter? Nee. Nee. En je zakken? Je lichaam moet horizontaal zijn. Je poepen naar beneden, maar je voeten moeten rechts staan. Ja, zo. Zo moet het zijn. En dan je poep nog iets. Alleen, enkel je poep een klein beetje omhoog. Doe nog eens. Nog eens? Je poep een klein beetje omhoog. Ja, dat is zwaar, hè? Ja, zo. Ja. Zo moet het blijven staan, hoor. Oké. En je knieën ook omhoog. Echt? Ja. Dat is zwaar, hè? Maar als je dat elke dag oefent, dan word je sterker, hè? Nog 10 seconden, heb je een minuut. 9, 8, 7, 10 minuten, dacht ik wel. 5, dat is wel moeilijker. 3, 2, 1. 1 minuut gehad. Nog 8 minuten te gaan. Machine. Wat ga je dat dan filmen? Ik heb het wel. Nee, maar ze is 10 minuten. Ik ga nu voor de 200. Nee, ik stop. Wij hebben nog even spelletjes gespeeld. Zo van die gezelschapsspelletjes. Iedereen is gaan slapen, dus daarom dat ik iets stiller ben. Maar de Marlina gaan we de tafel ontdekken van morgen toe, zodat ze geen werk meer hebben voor tafel te dekken. Dat we direct kunnen ontbijten. En dan gaan we ook zo meteen slapen. Dus ik hoop jullie hebben genoten van deze vlog. Hopelijk vond je het leuk. Dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties hier beneden wat jullie ervan vonden. Tafel is klaar. En dan zien we elkaar volgende week woensdag terug om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Als je het leuk vindt, ik zeg het nogmaals, reactie posten, liken, want hoe meer likes en reacties dat we hebben, des te sneller we meer gaan uploaden en misschien ooit wel fulltime kunnen gaan uploaden. Dus bedankt dat jullie er altijd bij zijn. Dikke merci. En dan zeggen we zoals altijd, flex die biceps en joejoe! Hoi. Wat is er, liefje? De vlog van zijn logo. Welkom bij de Dart of M. Schuif maar aan en join de chat. Welkom bij de Dart of M. We vinden het